Je hoort het vast wel eens van iemand uit je buurt. Ik wil een eigen bedrijf. Lekker zelf bepalen wat ik doe. En iedereen moet naar mij luisteren. Dat klinkt natuurlijk superleuk en vooral stoer. Maar bij het runnen van een eigen bedrijf komt veel kijken. Het is een combinatie van goede ideeën, hard werken, gunnen en zelfs geluk. Leuk dat je kijkt naar deze Skills Masterclass over ondernemen. Mijn naam is Jeroen. Ik heb samen met Joost een bedrijf in decoratief glas. Jodeco Glas in Dinxperlo. Daar vertel ik jullie natuurlijk straks meer over. Heb je ook de ambities om je eigen bedrijf te starten? Blijf dan vooral kijken. Vandaag ga ik jullie dus iets vertellen over het ondernemerschap en wat ik daaronder versta. Als ondernemer ben je de lijm binnen je bedrijf. Je zorgt dat je personeel het naar het zin heeft, dat de leveranciers op tijd leveren en heel belangrijk dat je klanten tevreden zijn. Want zij betalen uiteindelijk de rekeningen. Al met al draag je als ondernemer veel verantwoordelijkheid en loop je de nodige financiële risico's. Maar je bent wel eigen baas. I'm a f***ing baas. En dan de grote vraag. Verdient het een beetje? Dat ligt voor een deel aan je eigen inzet natuurlijk. Slaag je erin om na een aantal jaar potentiële klanten binnen te halen door ze te overtuigen van jouw product of dienst? Dan kun je echt leuk centen verdienen. Die leuke auto kopen die je echt gaaf vindt. Of die verre reis maken naar een zonnig oord. Maar zover is het nog niet. Luister eerst maar eens verder. Als jij een eigen bedrijf wilt beginnen, is één ding heel belangrijk. Je bent niet te beroerd om keihard te werken. Dat begint natuurlijk al op school. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar als je goed kan rekenen, dan kun je ook mooie offertes maken voor jouw klanten. Of Nederlands, zodat je je toekomstige klanten via Insta of je webshop kan laten zien waarom ze bij jou moeten kopen. En wil je over de grens beginnen met je bedrijf, dan is Engels natuurlijk echt een must. En oké, dit is niet ieders favoriet, maar Duits is echt een aanrader. Wenn man Deutsch spricht, hat man bereits 83 miljoen potentiële kunden direct neben den Tür. En mocht je echt een talenknobbel hebben, dan zijn Frans en Spaans ook heel erg handig. En dan de allermoeilijkste vraag van allemaal. Wat ga je doen? Praat je makkelijk? Misschien moet je dan een product zoeken dat je kunt verkopen. Of ben je bijvoorbeeld superhandig en begin jij je eigen klusbedrijf? Het kan ook zijn dat jij het leuk vindt om dingen te bedenken en te maken. En vind je rekenen en marketing maar niks. Dan kun je mensen zoeken die met jou mee willen doen. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen sterke punten. Het is dan de kunst om iedereen op de plek te zetten waar hij of zij het beste tot zijn recht komt. En dan is het natuurlijk van belang dat je nooit opgeeft. Verwacht zeker in de eerste jaren geen enorme salaris of dikke winsten. Want om je bedrijf gezond te laten groeien, moet je je zuurverdiende centjes weer terugsteken in je bedrijf. Zo kun je ook, als het wat minder gaat, wil je rekeningen betalen. En wil je groeien met je nieuwe bedrijf, dan kost dat ook geld. Dus het duurt ook wat langer voordat je geld uit de zaak kunt halen. Geduld is dus ook hier een schone zaak. Maar goed, eerst maar eens meer over ons eigen bedrijf. Dat ik samen run met mijn compagnon Joost. Opgericht in 1997. Ons doel was het om decoratief glas in te kopen van een Poolse kennis. En dat te verkopen aan winkels die tapijt en gordijnen verkochten. De bedoeling was dat ons bedrijf Jodeco Glas zou heten. Naar onze voornamen. Maar door een fout van de notaris is het Jodeco Glas geworden. Omdat het te duur was en te ingewikkeld om het te veranderen, hebben wij het zo gelaten. Inmiddels kennen onze klanten ons niet anders. Dus blijft het lekker zo. Jodeco Glas dus. Wij begonnen in een heel klein pandje en binnen een jaar moesten wij ook de keuken als opslag gebruiken. Gelukkig was er een oom die ons geld wilde lenen en hij kocht een groter pand iets verderop dat wij mochten huren. Na 5 jaar was ook deze locatie veel te klein en begon de zoektocht naar een groter pand. Maar ja, dat kost ook geld. Heel veel geld. Uiteindelijk zijn wij terechtgekomen in Dinxperlo. Hier wilden we een bouwonderneming best een loods van 2500 vierkante meter voor ons bouwen als wij die voor 10 jaar zouden huren. Inmiddels zitten wij al ruim 18 jaar in Dinxperlo en hebben wij aan die 2500 vierkante meter nog eens 2500 vierkante meter aangebouwd. In de loop van de jaren zijn we steeds meer gaan exporteren naar het buitenland. Om te beginnen naar Duitsland, toen Oostenrijk, Zwitserland, en naar Engeland, Denemarken, Australië en zo naar 62 landen over de hele wereld. Dat is best cool, hè? Maar in de jaren is er wel meer veranderd. Zo zijn wij niet alleen aan woningenrichters gaan leveren, maar ook aan bloemisten, tuincentra, grote retailers en kwekers. Ook die Poolse kennis waarvan wij toen het glas kochten, is al lang vervangen door fabrieken. Niet alleen in Polen, maar ook in Roemenië, Egypte, Portugal, Rusland en China. Op dit moment worden er naast ons pand voorbereidingen getroffen om nog eens 5000 vierkante meter extra magazijn te bouwen. Misschien mag ik iets nog laten zien van deze aardige cameraman. Het is namelijk nu even tijdelijk een crossbaan voor onze buggy.
al die ruimte is natuurlijk hartstikke mooi, maar daar moet ook voorraad in. En voorraad kost geld. Zolang de ingekochte artikelen in de stelling staan, verdienen we niks. Dus is het aan onze verkopers om ze zo snel mogelijk te verkopen. Het begint in ons bedrijf dus met de inkoop. Er worden nieuwe modellen van glas gezocht en soms speciaal voor klanten ontworpen. Als de artikelen binnenkomen, zorgt ons magazijn dat ze een plekje krijgen en dat ze in de computer komen te staan. Onze marketingafdeling zorgt voor mooie foto's, zodat onze klanten de producten kunnen uitzoeken op onze webshop of bij onze vertegenwoordigers. Als de klant heeft besteld, dan zorgt de afdeling binnendienst dat de orders naar het magazijn kunnen. Daar worden de bestellingen klaargezet voor transport. En er komt altijd wat lekkers bij voor onze klant. De financiële afdeling zorgt dat onze klant de rekening krijgt. En als deze betaald is, dan pas is de order helemaal afgerond. Zo zie je dat iedereen in ons bedrijf even belangrijk is. Zonder magazijn kunnen wij niet verzenden en zonder verkoop zijn er geen orders. Het is dus superbelangrijk dat al deze afdelingen goed met elkaar samenwerken. En dat is nu precies wat Joost, hij is de baas van verkoop en magazijn, en ik, inkoop en marketing, doen. Zoals ik in het begin al vertelde, zijn wij de lijm in het bedrijf. Wij zorgen ervoor dat onze mensen goed samenwerken en dat de sfeer binnen het bedrijf goed is. Want wees eerlijk, jij wilt toch ook niet werken in een bedrijf waar iedereen elkaar de hele dag chagrijnig aan zit te kijken? Joost en ik zijn de ondernemers. Dat betekent dat wij beslissen wat er binnen het bedrijf gebeurt. Wij bepalen bijvoorbeeld waar we ons geld aan uitgeven. Moet er een nieuwe heftruck komen? Of gaan we toch die marketingcampagne op Google starten? Ik zeg altijd, ondernemen is iedere dag kiezen waaraan je je geld gaat uitgeven. Niet alles kan tegelijk. En als je later personeel in dienst neemt, ben je wel verantwoordelijk voor het salaris van deze mensen. Als jij ze niet kan betalen, kan het hele vervelende gevolgen hebben. En dat is best een grote verantwoordelijkheid die hoort bij het baas zijn. En het zit ook wel eens flink tegen. Want, zoals je nog wel kunt herinneren, was er in maart 2020 ineens corona. Scholen, winkels, alles moest sluiten en iedereen moest thuis werken. En tot overmaat van ramp wilden onze klanten ineens ook geen orders meer ontvangen. Ons hele bedrijf lag van de een op de andere dag stil. Wat doe je dan als ondernemer? In een hoekje gaan zitten huilen? Ha, nee, zeker niet. Dat is geen optie. Joost en ik hebben samen met onze mensen de schouders eronder gezet. 6 weken lang waren er geen orders, maar die tijd hebben we nuttig besteed. We hebben ons magazijn opgeruimd, de kantoren opnieuw ingedeeld en zo nog honderden klussen die al veel te lang waren blijven liggen. Vanaf dat moment hebben wij ook onze leaseauto's ingeleverd en zijn wij samen gaan rijden met het busje van de zaak. Zo konden wij iedere dag in de auto overleggen over hoe wij van problemen uitdagingen maakten. Ondanks de steun van de overheid lopen veel kosten door en het risico om failliet te gaan is natuurlijk aanwezig. Je moet dan ook een beroep doen op al je creativiteit. Bij wijze van grap hebben wij al onze klanten een zakje hondenkoekjes gestuurd. Want ook voor onze klanten was het natuurlijk flink doorbijten. En we hebben in corona een webshop gestart voor consumenten. Heel langzaam begon er via onze webshop en via onze klanten die online verkochten weer orders binnen te stromen. Dat gaf vertrouwen. Gelukkig waren de meeste klanten ook positief ingesteld en begonnen zij alweer in te kopen. Zodat hun winkels na de opening er weer prachtig bij stonden. En kort daarna mochten de winkels inderdaad weer voorzichtig open en trok de hele markt weer aan. In plaats van mensen te moeten ontslaan, moesten wij juist mensen aannemen. Wat wij wel misten, was het contact met onze mede-ondernemers. Hoe pakten zij deze crisis aan? Welke keuzes hebben zij gemaakt en waarom? Als het ging, wisselden wij verhalen en ervaringen uit. Van horeca tot reisbureau, van sloophamerverkoop tot tuincentrum. Ieder ondernemer had zijn eigen verhalen, uitdaging en oplossingen. Op deze manier hebben wij geleerd om creatief te denken en vooral door te gaan. En niet op te geven. Uiteraard is ondernemen nog veel meer. Je moet op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Zijn er nieuwe trends op het gebied van kleur? Zijn er bepaalde regelgevingen belangrijk? En ga zo maar door. Wat bijvoorbeeld een belangrijk thema is en zal blijven, is MVO. MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij leven op dit moment in een wereld die erg vervuild is. Veel landen hebben het vele malen slechter dan wij. En daarom is het ook belangrijk dat wij zaken doen met leveranciers die het welzijn van hun medewerkers in acht nemen. En dat ze de afvalstoffen niet zomaar in het water gooien, maar netjes afvoeren. Maar ook in ons eigen bedrijf is milieu steeds belangrijker geworden. Wij persen ons plastic en karton in grote balen, zodat het weer gerecycled kan worden. En het glas dat stuk gaat in ons magazijn, dat wordt klein gemaakt en weer teruggestuurd naar de fabriek om een nieuwe vase van te maken. Wij noemen dat ecoglas. Inmiddels is een flink deel van onze collectie gemaakt van oude wodkaflessen en lege augurkenpotjes. Zo krijgt dit glas weer een nieuw tweede leven.
Natuurlijk doen wij dat niet om alleen het braafste jongetje of meisje van de klas te zijn. Wij merken dat consumenten steeds meer gaan nadenken over de natuur en hoe we ermee omgaan. Maar het is ook een prima verkoopargument. Gerecycled glas is bijvoorbeeld niet zo helder als nieuw glas en er zitten vaak wat meer bubbels in. Maar het is wel beter voor het milieu. En dat verkoopt. Zo zie je dat goed voor het milieu niet per se slecht voor je zaak hoeft te zijn. Het kan juist een nieuwe markt openen en nieuwe kansen brengen. Tot slot, ondernemen is meer dan een goed idee of een diploma. Eén ding is echt nog veel belangrijker dan alles wat ik tot nu toe heb verteld. Vertrouw op je eigen gevoel. De basis leer je in een boekje en is belangrijk. Maar daarna moet je echt op jezelf gaan vertrouwen. Als jij erin gelooft en je gaat er voor de volle 100% voor, dan lukt het ook. Vertrouw dus op jezelf en jouw keuzes. En blijf focussen op waar je naartoe wilt. Je zult vele malen door vele mensen op de proef worden gesteld. Soms met goed bedoelde adviezen, maar ook door mensen die alleen uit zijn op eigen gewin. Aan jou om goed van kwaad te onderscheiden. En zit je ernaast? Geen man overboord. Zorg dat je zo snel mogelijk weer de juiste focus te pakken hebt. En je zult zien dat als je echt iets wilt, het ook altijd lukt.